zonsondergang, twee muskusossen, fantastisch. Wat een super mooie dag. Het is prachtig. Vol. Ja, zit hij vol? Hij zit vol. Ja, ze zitten allebei vol. Ik denk dat ze... Man. Ja, we gaan het zien. Ja, gaat lukken. Ze zijn ingepakt. De slees, sleeën, sledes. We gaan die berg daar op. Maar ze wegen een kilootje of, wat zal het zijn? 60. 60 per stuk? Denk ik. Dus dat is fors. Wordt een lange dag. Maar dat komt goed. We hebben de tijd, we hebben geen haast. Als de tenten maar staan voor zonsondergang, ja, dan. Maar dan ging het ook stormen. Morgenavond. Oké. Zonnebrilletje op. Ja, gaat gebeuren, Gert-Jan. Gaat helemaal goed komen. Ja. Even mentaal voorbereiden. Maar. Ja, hoe dan? Nou, weet ik niet. Volgens mij moeten we gewoon beginnen en kijken hoe het gaat. Hoe zwaar het wordt. En dan wordt het vast een succes. Zo onwerkelijk om hier te zijn nu. Je ziet er wit. Een beetje hetzelfde schilderij als in november. Maar dan nog witter, nog kouder. Iets gezelliger. Jawel hè. Dus ja. Ja, genieten dit. We zijn net aangekomen. De plek waar we gaan slapen. We komen uit die richting. Flinke klim achter de rug. Eigenlijk de hele dag geklommen. Nu net het laatste stukje afdalen, dat is dan wel lekker. Slee neergezet. We zitten mooi beschut. Er komt morgen. Vanavond hebben we een rustige avond. Morgen gaat het stormen, maar die komt uit het zuidwesten. Dus we zitten mooi. Of noordwesten, sorry. Mooi achter deze rotsen. Het is wel koud. Dus. We gaan even beginnen met een kop koffie en dan snel de tent opzetten. Ik moet wel eventjes die dikke jas aantrekken, want het is wel heel koud. Even verhuizen. Thank you.
6 uur ongeveer. En ik heb net mijn tent weer uitgegraven. Die was helemaal ingesneeuwd. Vannacht om 3 uur ook gedaan. Het is koud, alles bevriest zodra je buiten staat. Alles bevriest. Ah man. Als dit de hele week zo is, wordt afzien. Echt. Ah.